hem voor een weekend. Oh, lekker. Ja hoor. Het is weer tijd voor de Game Changer. En wat houdt het in? Elke week rond deze tijd spelen we een leuk spelletje. Ja. Om de zaterdagavond gezellig door te komen met z'n allen. En elke week is dat een ander spelletje. Ja, zeker. Soms is het een drankspel, soms niet. Deze week niet. Maar we zijn natuurlijk nu bij RN7. Ja, klopt. Dat is normaal altijd. Ja. Eigenlijk altijd wel zo. RN7 is natuurlijk de streekomroep voor regio Nijmegen. En jij, Joris, werkt hier ook op de nieuwsredactie. En wij hebben er ook wel enigszins iets met het nieuws te maken natuurlijk. Ja. Dus ik denk van, ja, dan moet je ook wel iets weten van Nijmegen. De grootste stad van Gelderland. Toch, denk ik? Ja, ja, ik vind van wel. Ik vind van wel. In ieder geval de enige stad, enige echte grote stad in de oudste regio. Stad, ja. De oudste stad. Ja. Je moet er wat van weten. En die kennis, die wil ik even testen met jullie. Ik heb een hele lijst met vraagjes over Nijmegen. Zo. Ja. Het zijn allemaal multiple choice vragen. Het een of het ander. Oké. Dus je hebt 50% kans om een goede antwoord te geven. Okay. Dat is toch wel heel handig. Wat gaan we doen? We beginnen zometeen met Joris. Als je een goed antwoord geeft, dan blijf ik bij je. Okay, ja. Dan geef je een fout antwoord, dan gaat de beurt naar de ander, naar Miguel. Ja. Dan geef jij weer een fout antwoord, dan gaat hij weer terug. Ja. We gaan het 5 minuten lang spelen. Ja. Ik zet een timer, dus na 5 minuten gaat er een alarmpje af. En wie op dat moment de meeste punten heeft, die heeft gewonnen. Oké. Oeh, zo spannend is het eigenlijk. Spannend. Ja. Nou, let's go. Zijn jullie er klaar voor? Ja, zeker. Ja hoor. Oké, dan ga ik heel even de timer erbij pakken. Dat is natuurlijk belangrijk, die moet wel aangezet worden. Ja. Op je telefoon. De vragen. Op je telefoon, ja. Even improviseren, maakt dat niet uit, niet zo... Nee, dat is heel, ik vind het heel goed. Ja, toch. Okay, Joris. iPhone alarm. Ben je er klaar voor, Joris? Ja, zeker. Ja. Let's go. Dan gaat de tijd nu in. Hoeveel inwoners heeft Nijmegen? Is dat meer of minder dan 175.000? Dat is minder. Nee, dat is meer. Oh ja. 177.000. Miguel, ja. Welke Nijmeegse brug is eerder geopend? Is dat de Oversteek of de Ooipoort? De Oversteek. Ja, dat is wel goed. Volgende vraag ook voor jou. Hoeveel kleuren heeft de vlag van de gemeente Nijmegen? Is dat 2 of 3? 3. Nee, dat is 2. Oh, kut. Rood en zwart. Ik zat NEC inderdaad. Die heeft gewoon gelijk, maar dat telt niet. Nee. Joris, volgende vraag voor jou. Welke postcode ligt niet in Nijmegen? Is dat 6600 of 6700? Dat zal 6700 zijn. Dat is helemaal goed. Volgende vraag ook voor jou. Welk plein vind je in Nijmegen? Is dat het Gaziantepplein of het Ankaraplein? Het Ankaraplein. Nee, het Gaziantepplein. Dat is bij de aanhak, die rotonde. Ah, ja. Helaas. Oké. Miguel. Als je dat dan gewoon zegt. Ja, zo gaan we niet doen. Snel. Miguel, in welke stadsdeel wonen meer mensen? Is dat Dukenburg of Nijmegen-Oost? Dukenburg. Nee, dat is Nijmegen-Oost. Joris, hoe heet het grote Romeinse masker op het stadseiland? Is dat de Uitkijk of het gezicht van Nijmegen? Dat had ik niet weten. De Uitkijk. Nee, het gezicht van Nijmegen. Natuurlijk. Slecht. Hoi. Miguel, ja? Welke editie van de Vierdaagse wordt in 2022 georganiseerd? Is dat de 104e of 105e? 105. Nee, 104. Gods. Joris. Worden veel punten gescoord. Ja. Hoeveel treinstations heeft Nijmegen? 4 of 5? Dit zijn er 4. Nee, het zijn er 5. Miguel, station Nijmegen heeft de meeste sporen van Nederland. Is dat waar of niet waar? Dat is niet waar. Dat is wel waar. Nou, 35 sporen. Ja, maar dat klopt niet, want er zijn toch geen 35 sporen? Nee, het zijn geen 35 perrons, maar wel 35 sporen. Joris, wat stond er vroeger op de plek van Concertgebouw de Vereniging? Is dat een kerk of een treinstation? Kerk. Nee, een treinstation. Nou, wat is dit nou, joh? Dit kan niet. Miguel, de Honigfabriek werd 100 jaar geleden gebouwd. Waar of niet waar? Dat is waar. Dat is zeker waar. Ja. Blijf bij jou. Oosterhout is een wijk in Nijmegen. Waar of niet waar? Niet waar. Dit is waar. Het is wel waar. Ja. Oh. Het is ook een dorp in Betuwe, maar het is ook een wijk in Nijmegen. Ja, ik zat daar, dus daar Joris, Oosterhout is een dorp in Overbetuwe. Nee, die heb ik al verklapt, sorry. We gaan nog door naar de volgende. Joris, hoe wordt het kunstwerk op het Joris-Iversplein ook wel genoemd? De flesopener of kurkentrekker? De flesopener. Ja, dat is goed. Gaan we heel snel door naar de volgende. Even blaadje omslaan. Dat is een camera trouwens, hè? Wist je dat? Een camera, ja. Joris, hoe wordt het monument op het Kwakplein ook wel genoemd? De Vrat van de Stad of de Piemel van Nijmegen? Ik ga voor de Piemel van Nijmegen. Ja, dat is helemaal goed. Nijmegen is de grootste stad van Gelderland. Waar of niet waar? We zeiden net van wel, dus ik ga voor ja. Helemaal goed, dat was een scoopje. Joris, welke politieke partij is de grootste in Nijmegen? D66 of GroenLinks? Dat is GroenLinks. Dat is ook weer goed. Wat betekent de naam Nijmegen? Is dat Nieuwe Markt of Romeins Rijk? Dat is Nieuwe Markt. Dat is ook goed. Nee, ik wil ook nog. Joris, hoeveel parken heeft Nijmegen? 6 of 8? 8. Ja, dat is ook weer goed. Kom aan. Wat is officieel geen naam van een stadsdeel? Is dat Nijmegen-Zuid of Nijmegen-West? Zuid. Nee, Nijmegen-West. Je hebt wel Oud-West en Nieuw-West, maar niet gewoon West. Miguel, ja. In welk park staat de Kruidtoren? Is dat Hunnerpark of Kronenburgerpark? Dat is Kronenburgerpark. Dat is helemaal goed. Welk plein ligt zuidelijker? Het Nelson Mandela plein of het Takenhofplein? Takenhofplein. Dat is ook goed. En welk stadsdeel ligt zuidelijker? Dukenburg of Lindeholt? Lindeholt. Nee, dat is Dukenburg. Oh. Oei, 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 oei. Nog een minuut. Ja, we hebben nog een minuut, maar mijn vraag is er nog. Ik had ze getimed. Kun je er nog eentje verzinnen? Nee. Oh, nou goed. Ik had getimed, ik dacht dat dit meer dan genoeg vragen waren, maar het valt een beetje tegen. We waren ook zo snel, dan krijg je dat. Ja, ik heb ook 1 overgeslagen, dat zal het zijn. Ja. Goed, dan gaan we naar de eindscore, hè? Nog veel in Pauk? Ja. Oké. Okay. Oeh. De plank is... Oh nee, de pauk is... Miguel, ja? Jij scoorde 4 goede antwoorden. Oh. En Joris... Oh, je wilde... Okay. Komt nog iets aan. Joris scoorde 7 goede antwoorden. Jawel. Hey, Mario Kart. Goed. Maar dat moest ook wel, anders kon je hier maandag echt niet meer verschijnen. Nee. Zeker. Nou, gefeliciteerd aan Joris. En je bent weer heel wat beetjes rijker. Ja, dat wel. Heel belangrijk. Welkom bij de cursus Weekend voor Beginners. Allereerst duimpje omhoog doen, daarna delen met je vrienden en natuurlijk volgende week weer kijken.